Het ligt in Ede, het is uniek in Nederland en misschien zelfs wel uniek in Europa. Een duurzaam verwarmd fietspad dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat je bij gladheid niet onderuit gaat als je erop fietst. Begin september werd het officieel in gebruik genomen. Als je er zo naar kijkt, zie je er eigenlijk niets van. Het lijkt een doodgewoon fietspad, met uitzondering dan wellicht van het feit dat het uit betonplaten bestaat en niet uit asfalt. Maar schijn bedriegt. Waar we op staan is een fietspad van betonplaten, maar daaronder liggen de buizen van het warmtenet. En om die buizen zit altijd een beetje restwarmte, omgevingswarmte. Nou, dat tappen we eigenlijk af. En daarmee worden, als het vriest, deze betonplaten verwarmd. Met als gevolg, we hoeven niet meer te strooien, je gaat niet meer onderuit op je fiets. Want het is gewoon niet bevroren, dit pad. Ja, onder dit fietspad hebben we een warmtenetleiding aangelegd. En dus een heel klein beetje verlies hebben we maar. En dat hele kleine beetje verlies kan dit speciale fietspad op zich pakken. Er zit een buizensysteem in de betonnen elementen. En daar stroomt dus water doorheen. En de warmte die komt dus eigenlijk door de omgevingswarmte om de buizen heen. Die warmte vangen wij af. En die gebruiken wij als het nodig is om het fietspad op te warmen. Ja, dit is het meest gebruikte fietspad in de gemeente Ede. Daar gaan hier per dag zo'n 3500 fietsen overheen. Dus als je een plek wil hebben waar de meeste mensen ook echt van kunnen profiteren, is dit de plek. Maar er zijn natuurlijk meer plekken waar deze nieuwe technologie kan worden gebruikt. Ja, het is natuurlijk mogelijk om het heel Nederland te voorzien van dit soort fietspaden. Nou, dan heb je helemaal geen strooizout meer nodig. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar je moet denken aan dus op- en afritten van en onderdoorgangen van wegen. Zijn we dus de belangrijkste routes die moeilijk te strooien zijn en die het meest belangrijk zijn voor dat je geen valpartijen krijgt. Gaan we dit op meer plekken nog zien in Ede in de toekomst? Nou, ik noemde het al, hieronder liggen de verwarmingsbruizen van het warmtebedrijf. Dus daar zijn we wel van afhankelijk als je het op die manier wil doen. Nou, ken ik nog wel een plekje in Ede waar heel veel fietsers zijn. Hè? Dat is ten zuiden van het station Ede-Wageningen, al die fietsers naar Wageningen toe. Ik weet dat het warmtebedrijf daar ook voor een deel doorheen komt. Dus als dit goed werkt, zou je kunnen kijken, kunnen we het daar ook oppakken. Bij het nu in gebruik genomen verwarmde fietspad gaat het om een proef. En daarom wordt alles goed in de gaten gehouden. En dat gebeurt onder andere door studenten van het knooppunt techniek van ROC A12. Ja, wij zijn betrokken met onze studenten bij met name de koppeling tussen het weer en het ijs op het fietspad. Dat lijkt heel makkelijk. Koud is aanzetten en warm is uit. Maar het is moeilijk, want dat heeft met vocht, met neerslag en heel wat van dingen te maken. En vooral van op tijd de boel aanzetten, dus op tijd reageren. En dat gaan we uittesten, dus we hopen dat het vanaf Sinterklaas vriest.